chemisch goedje. Ik sta voor het aanrecht en kijk naar hoe de gootsteen volloopt. De afvoer zit verstopt en in plaats van met een chemisch goedje probeer ik het op een milieuvriendelijke manier. De oorzaak is doorgaans een prop van stukjes pasta, ei, banaan, aanbaksel, aardappelpuree en wat er verder door de afvoer duwen. Van het roostertje zit er meer niet op dan wel. Mijn theorie is dus, ik doe de gootsteen helemaal vol, haal de afsluitdop weg, waarna het gewicht van het water het vuil wegdrukt. Natuurkunde, meer is het niet. Zwaartekracht. De eerste keer gaf mijn vrouw mij respect. Ze zei, slim van jou. En dat hoor ik niet vaak. Meestal is het, wat doe je? Ze zegt dat ook als ik 's avonds tanden poes. Al voor het spoelen van de mond gaat de kraan open. Ook om de afvoer open te houden. We willen vanuit het milieuoogpunt zo min mogelijk water gebruiken, maar dat vergroot in de wasbak en de badkamer echter de kans op een prop van zeep en haren, zodat daar een chemisch goedje in moet. Wat vanuit het milieuoogpunt ook niet zo goed is. Mijn vrouw hoort de kraan en roept vanuit bed, je laat het water veel te lang lopen. Ik schreeuw dan terug, met een mond vol tandpasta, dat is voor de afvoer. Dat heb ik al heel vaak aan jou uitgelegd. Waarna beide zoons vanuit hun kamer roepen wat er in vredesnaam aan de hand is en wij terugschreeuwen, niks! Gootsteen is trouwens niet meer helemaal de juiste benaming. Een beter woord is spoelbak.